Ja, mijn grootste leermoment op het gebied van management en executie en operatie. Ja, ik werk al 30 jaar bij het bedrijf, dus ik heb er vele gehad. Maar als ik er één zou moeten kiezen, is uiteindelijk dat als iets niet loopt zoals jij wil, dan ligt het in eerste instantie toch vaak aan jezelf. Dan ligt het niet aan de markt, dan ligt het niet aan de concurrentie, dan ligt het niet aan de economie. Maar dan moet je bij jezelf te raden gaan. Hoe had ik iets anders kunnen doen? En ik denk dat dat erg belangrijk is, ook als je je eigen onderneming hebt. Ja, zeker. Ik runde in het begin vestigingen en dat ging goed. En dan had ik een mannetje of 16 personeel in zo'n grote vestiging. En op een gegeven moment ging er iemand weg. En ik begreep daar helemaal niks van. En die jongen die begreep het niet, hè? Want dat lag natuurlijk niet aan mij. En mijn baas vroeg aan mij, joh, nou prima, wat vervelend, maar misschien ligt het aan die jongen, maar misschien lag het ook wel aan jou. Wat had jij anders kunnen doen? Nou, dat vond ik wel heel ingewikkeld, maar daar dacht ik toch een tijdje over na. En vervolgens ga je toch bij jezelf te raden. 16 mensen, ze kunnen heel verschillend zijn. En ze kunnen niet allemaal op jouw manier samenwerken, wat jij leuk vindt. Dus dan moet je veel meer individueel coachen. En dat was wel een leermoment voor me. Ja, toch veel meer met mensen zeggen van, joh, individueel, van wat verwacht je nou? Mijn managementstijl was, zeker toen ik nog een stuk jonger was, heel erg van, nou, energie en we gaan ervoor. En iedereen kijkt een beetje tegen dingen aan zoals ik. Zo'n enorme stroom naar voren creëren en iedereen gaat wel mee. Nou, en de meerderheid gelukkig deed dat ook wel. Maar deze jongen niet, terwijl die misschien toch wel heel waardevol om voor het bedrijf had kunnen zijn. Uiteindelijk, als ik nu kijk naar het bedrijf waar ik al heel lang werk, dan is het een keer of 10 zo groot als toen ik begon. En dat heb ik natuurlijk niet allemaal zelf gedaan, dat is niet mijn bedrijf. Maar ja, sinds ik de leiding heb is het in ieder geval al de helft groter geworden. En omvang op zich is niet zo belangrijk, maar ik zie dat mijn mensen, de medewerkers bij Randstad, zijn daar trots op. Die krijgen zelfvertrouwen en daardoor hebben we dus met heel veel mensen een mooie werkplek gecreëerd, maar ook heel veel impact op niet alleen de Nederlandse samenleving, maar heel veel andere landen waar we zitten. En wij zoeken werk, wij vinden werk, wij vinden kandidaten. Dus wij doen, vinden wij, iets heel relevants voor de maatschappij. En daar ben ik heel trots op dat we dat mogen doen en dat ik dat mag leiden. De grootste groeitip is denk groot. Denk groot, maar begin daar klein aan te werken. Nou, als je heel groot denkt, dan is het moeilijk om je medewerkers mee te nemen, omdat het vaak heel ver af ligt van hun dagelijkse wereld. Maar als je te klein denkt, dan inspireer je mensen waarschijnlijk ook niet. En dwing je jezelf ook niet om gepast risico's te nemen. En ik denk dat je dan een motiverendere baas bent.